zijn weer lekker net gaan rijden. En of course, net alweer regen en hagelbui gehad. Daar is een huis met een stamboom voor de deur. Wauw, mooi. En ik heb heel mooi de letter B aan zijn hoofdstel gehangen. En hier nog dingetjes. Hij is zo'n beauty. Mijn mooie kerel. Nou, want er stond weer geen seconde met poetsen. Dus ik moest hem heel even goed duidelijk aanspreken. Niet boos of hysterisch worden, maar wel duidelijk zijn. En ja, dat vind ik soms gewoon vervelend. Rijden altijd het liefste van het liefste paard is. Dus ja, dat is wel warm. Ik heb al gewerkt, zadels ingevet, stal gedaan. Geveegd, dus alles al gedaan. Ja, het is echt heel erg gezellig. En natuurlijk genieten we weer van het mooie bos. Het is zo mooi hier, joh. En de reden is waarom ik altijd zo film en niet als ik eraf ga naar het bos, omdat Boudewijn, die is een paard. Als je nu eraf gaat in het bos, nou, die blijft echt niet stilstaan. Die gaat er vandoor. En hij is natuurlijk heel sterk en ik ben maar klein. Ik heb niet zoveel kracht als Boudewijn. Dus vandaar dat ik dat niet doe. Alleen als ik natuurlijk mijn telefoon laat vallen of mijn zweep, dan is het wel hoofdzakelijk. Ja, lekker los aan het lopen, hè? Spieren losmaken, hè, schat? Rustig aan. Dus, en ik heb weer mijn zwarte rijbroek aan. Want die andere zit zo strak in mijn buik. Dat zit allemaal niet fijn. Dus gewoon gezellig rijden. Nog een paar foto's maken zo. Dus ja, gezellige rit maken, hè? Boudewijn. Hallo, lieverd. Kijk eens. Thuis natuurlijk weer lekker even douchen. Telefoon uitzetten.